Ja, natuurlijk Vizier weer en vandaag weer een nieuwe keertje een dual commentary. Ik ben hier samen met Ruben. Yes, hallo. Eindelijk. Ruben, eindelijk, hallo. Eindelijk, hoezo eindelijk? Ja, eindelijk, omdat ik gewoon natuurlijk wil laten zien wat ik vandaag wil gaan bespreken natuurlijk. Ja, inderdaad, want je bent hier natuurlijk met een reden en we gaan in ieder geval eventjes, het is jouw gameplay in ieder geval, vertel even heel snel wat over, dat is altijd handig voor de kijkers. Ja, ik speel natuurlijk hier Call of Duty Ghost. Is natuurlijk best wel een Call of Duty die heel veel mensen niet leuk vinden. Maar ik speel het gewoon. Ik hou best wel een lekkere gameplay. Het is niet bijzonder. Ik speel natuurlijk op Strike Zone. En ja, de gameplay loopt nu gewoon lekker door. Dus dat kunnen we in ieder geval gewoon lekker bekijken tijdens deze video. Ja, en je haalt nog ruim 60 kills. En je speelt in ieder geval met support. Er zijn nog toevallig dat het heel handig is voor Campstrikes. Nou, ik speel echt nooit met support. Moet ik eerlijk zeggen. Kan je een keertje proberen. Ik zou het een keertje kunnen proberen, het moet ook wel goed zijn in de game, nee hoor. Nee, ik heb net nog steeds geen campstrike gehaald, maar ja, Ik had net nog een campstrike gehaald, net hiervoor. Oh, oké, net voor de opname. Nou. Yes. Nou, dan moet ik nog even beter worden. Maar in ieder geval, daar gingen we het even niet over hebben natuurlijk. We hebben het even over, ten eerste ging het even over jouw kanaal, dat als eerste. Tenminste, jouw kanaal. Ik weet niet, is het jouw kanaal eigenlijk? Ja, ik heb hem zelf wel opgericht, ja. Maar wij doen het natuurlijk, ik noem het ons kanaal, omdat wij het natuurlijk samen doen. Maar dat leg ik zo wel uit. Ja, jullie hebben een community kanaal. Ja. Iedereen weet wel dat ik eigenlijk normaal gesproken niet echt van de community kanalen ben. Omdat ik het altijd lastig vind als je dat samen moet overleggen. Hoe en wat iets gaat. En je zit natuurlijk ook op het laatst met de eventuele... Ja, verdiensten eraan, wat je er kan mee verdienen. Hè? Ja. Een paar eurotjes, al is het een paar eurotjes, maar toch, je kan er altijd gezeik over krijgen als mensen niet aan hun afspraken houden. Zeker, ja, dus dat klopt. Dat is mijn eigenlijk en mijn enige, ja, wat ik denk van, nou, community kanaal, nou ja, oké. Ja, dat klopt. En, maar allereerst wil ik gewoon beginnen waarom ik dit kanaal heb opgestart. Nou, dat is mooi. En hoe wij zeg maar gekomen zijn bij degene waar wij me nu uploaden. Ja, want je doet het niet in je eentje nu? Nee, ik doe het met drie anderen. Jullie kijkers kennen natuurlijk ook zoals zeker Bouke. Net nog een video geüpload een tijdje terug. En Bouke zit daar dus bij. Jason van Tankbeast en Dutch Legend 777 is natuurlijk Josja. En we doen dat nu met z'n vieren. Ik heb ze natuurlijk gevraagd en ja, ze waren gewoon heel enthousiast. En ze hadden gewoon. Ze vonden ook natuurlijk wel dat de Call of Duty community zeker een opkikker nodig had. Want ja, Call of Duty is een beetje aan het doodgaan natuurlijk. Ja. En heb jij daar een oorzaak voor, denk je? Ik weet sowieso dat Call of Duty had gewoon iets nieuws nodig na Ghost. Want heel veel mensen vonden Ghost gewoon echt een pleurs Call of Duty, als ik zo mag zeggen. Ja. En aan de ene kant snap ik dat natuurlijk ook wel. Maar ik oordeel niet al te snel. Ik vond Ghost zelf een leuke Call of Duty. Maar Advanced Warfare is natuurlijk zeker vernieuwd. Maar toch, ja, ik heb het niet zo op Advanced Warfare. Ik vind het zelf ook geen leuke Call of Duty. En ja, de Call of Duty's worden gewoon steeds minder als je natuurlijk vergelijkt met de oude Call of Duty. Zoals Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops 1. Het waren gewoon allemaal top Call of Duty's. Ja. En wat zouden ze moeten doen, denk je, ervoor? Ja, ik heb sowieso wel veel vertrouwen in Treyarch. Gewoon weer lekker de zombies terugbrengen. Want zombies is natuurlijk ook sowieso een fan favorite. En ja, weet je. Ik heb gewoon vertrouwen in Treyarch. De games die ze tot nu toe hebben gemaakt zijn gewoon allemaal heel erg goed. Dus ja, we gaan gewoon even lekker afwachten bij Black Ops 3. Ik ga in ieder geval veel de beta spelen. Ik denk jij ook. Denk en dan gaan wel, we gewoon ja, een beetje oordelen. We kunnen 5 dagen gewoon over gamen, hè? Dat is 5 dagen of zo is het, hè? Dan 5 dagen no-liven dus. 5 dagen no-liven opnemen. Uploaden en misschien dat ik het in ieder geval nog speel, in ieder geval daarvoor al op Gamescom natuurlijk. Zeker. Dat zou ook wel super vet zijn, eventjes dat ik hem misschien daar kan capturen, ik weet niet hoe dat in elkaar zit hoor, dat hoor ik allemaal nog, dus dat zal allemaal wel goed komen. Maar inderdaad, Call of Duty gaat wel langzamerhand een beetje dood en dat is wel echt heel erg jammer eigenlijk. Zeker, en vandaar. Ik denk dat het ook gewoon, ja, je moet vernieuwen, dat is het eigenlijk wel meer hè, maar het probleem is eigenlijk gewoon dat, ja, toekomst, futuristisch. Er zijn mensen die houden, ja, heel veel mensen houden er gewoon niet van. Nee, precies. Ik moet wel zeggen, toen het futuristische gebeuren in Black Ops 2 kwam, keek ik er wel naar met een, met zo'n, gewoon dat het wel kan, weet je wel. Want Black Ops 2 is gewoon echt een hele geslaagde Call of Duty.
En de technologie die ze daarin gebruikt hebben, zeg maar in de campaign en in de multiplayer, dat sprak gewoon heel veel mensen aan. Maar Advanced Warfare, dat gaat gewoon weer heel erg ver met al dat jump. En ik kan daar gewoon zelf helemaal niet tegen. Ik vind het ook gewoon niet leuk. Nee, ik word ook helemaal gestrest als ik iedereen zie rondjumpen ja, door de map heen. Ja, en je moet ook gewoon 200% beter zijn. Ja, inderdaad, dat klopt. Want ze kunnen ook overal zitten. En dat zeg ik al heel vaak bij Advanced Warfare. Is gewoon gameplay halen gewoon eigenlijk vrijwel onmogelijk. Ook omdat gewoon bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar wat, als je naar voren kijkt en je ziet drie mensen zitten. Maar die drie mensen staan niet meer naast elkaar. Nee, die zijn op andere etages staan. Zeker. Zeg maar. En dat maakt Advanced Warfare zo moeilijk. En daarnaast natuurlijk heb je ook nog skill-based matchmaking. Helpt ook niet echt mee natuurlijk. Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje het grote probleem. Ja. Dus, maar we gaan het gewoon zien, Black Ops 2, 3, Black Ops 3 natuurlijk, want ik heb er wel zin in, inderdaad, ik heb eigenlijk, dat is wel zo, al denk je dat hè, achteraf van die Call of Duty had beter gekund, toch heb ik altijd zin weer in, als je weet van, er komt een nieuwe Call of Duty uit om het te gaan spelen, toch? Tuurlijk, altijd. Al denk je daarna van, kut, klotezooi, hoe ze spelen en zo, hoe de game is, dan heb je er toch weer zin in de volgende. Ja, maar dat is gewoon ook wat Call of Duty aantrekkelijk maakt. Op de een of andere manier kom je gewoon terugkomen en blijf je het spelen. Ik weet niet waarom, Call of Duty heeft dat gewoon. Ja. Inderdaad. Maar, we dwalen een beetje af. Nee hoor, eigenlijk helemaal niet, want het zijn gewoon leuke onderwerpen. Ja, dat is waar, dat is waar. Dus, maar dat ik is helemaal niet slecht. Want we gaan het nog eventjes heel snel hebben over je kanaal, inderdaad. Yes. Want dat is dus Game Barricade. En natuurlijk staat de link in de beschrijving. Lekker hondje hier. Ja, ik kan echt niks aan doen. Ik word helemaal gek. Elke keer als ik wil opnemen, hondjes doorheen. Hoor maar. Lekker gezellig, hè? Hoor je het? Ik hoor het zeker. Ja. Nee, in ieder geval, Game Barricade staat natuurlijk in de beschrijving. Bouke upload er in ieder geval nog één keer. Probeert hij per week, maar hij heeft een beetje druk op dit moment. Hij werkt er ook erbij. Dus hij uploadt ook wat minder even op jullie kanaal, geloof ik, hè, trouwens? Ja, hij uploadt nu wel even iets minder natuurlijk. Maar ik had wel gehoord dat hij een beetje gaat zitten voor de video's. Dat hij een paar video's achter elkaar gaat opnemen. Dus dat komt wel goed. Ja, en ik ga ook af en toe uploaden. Yes, dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling, dat vind je ook wel leuk. Zei je, ja. Van, als je af en toe een videootje doet. Ja, ik zal het niet... Ik probeer het elke week te doen. Ja, precies. Maar dat is ook gewoon... een beetje een leuke video. Het is wel zo dat jouw kanaal een beetje... Jouw spelers zijn een beetje half... Ja, hoe moet ik het zeggen? Beetje van hoog niveau qua gameplay uploaden. Ja, maar weet je, dat is ook leuk. En het hoeft niet per se, maar het is natuurlijk wel leuk om naar te kijken. Maar daarom hebben we eigenlijk niet die personen uitgekozen. Ik vond gewoon hele leuke YouTubers en daarom heb ik ze ook benaderd. Ja. En het kanaal is gewoon eigenlijk een nieuwe community voor de Call of Duty, een Nederlandse community. Want iedereen kent natuurlijk wel de grote YouTubers van The King natuurlijk. Ja, je beste vriend. En natuurlijk ook Jaraski. Ja. En noem al die anderen maar op. Maar weet je, de kleinere YouTubers die werken ook maar helemaal niet samen. En zo is er eigenlijk helemaal geen band met de kleinere YouTubers. En daar proberen wij gewoon nu verandering in te brengen. Gewoon YouTubers die bij elkaar komen, gewoon in contact komen. En gewoon een soort van community kanaal. Ja. Nou ja, je gaat het gewoon zien inderdaad. En ik ga in ieder geval af en toe een videootje even uploaden. En dan kijk ik wel wat toe, want ik ben natuurlijk niet echt van de hele hoge gameplay scores, zeg maar. Hoeft dus niet hoor. Ik ga mijn best doen daarvoor. Ja, de tijd is alweer om. Yes. Dus... Ja, ik weet niet, heb jij een leuke outro? Heb jij een leuke outro? Check ons kanaal gewoon uit. In ieder geval kan je gewoon eventjes kijken. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van deze video samen met Fish. En vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En zeker. Zoals altijd. Ciao mensen. Bye bye. Bye bye.